Nou, aangezien alles normaal werkt. Dan maar meteen live. Hoe is onze houtvoorraad? Heb je die al opgemaakt? Nee. Voordat het een keer goed gaat. Ja, moeten we pretzel zoeken, mannetje. Magische deur. Even een ritje vulkaan voor stone. Ah, oké. Okay. Ja. Ah, er zit nog op in de kast daar, dus. Kijk wat er aan metal al is omgesmolten daar. Ik kan alleen natuurlijk niet meer metal omsmelten, ik heb geen spark powder daar. We moeten een plek vinden waar eigenlijk alleen maar stone is ofzo. Niks, geen metal ofzo. Gewoon een kleine basis neer kunnen zetten en zeggen van, oh, we hebben stone nodig of flint. Gaan we gewoon daarheen. Vulkaan is alleen maar goed voor metal. Je krijgt meer metal dan flint krijgt altijd. Ah.
Ja, stone kun je er, kun je er wel halen. Ja, dit is flint. Flint is een beetje een probleem. Ja. Is je nek al over trouwens, of niet? Nee. Duidelijk. Wel minder. Ja, minder. Het is, ja, het kan wel iets meer bewegen, maar... Ik zie de zon in de vette ondergaan. En hij is bezopen. Dus we blijven altijd nacht. Ah ja, Vin. Ja. Oh jee. Oh, dat is leuk. Ik ben er niks. De deur waait heel iets open. Nu kaas precies de zon in de ruit van de deur vast in mijn ogen. Zon? Heb jij zon? Ja, ik heb zon. Eerst grijs. Ja. Het is koud op de vulkaan trouwens. Oh, waar? Die dan? Ik heb al lang niet alle metal is omgesmolten. Ik wil meer meenemen. Oh. Wat? Ja, reken mijn eigen gewicht natuurlijk niet mee. Kom. Maar zo'n stuk beter. Wil, maar zit tenminste de snelheid in.
Nou, het is echt een koude nacht. Oké. Okay. Het is min 13 hier. Ik zit niet eens op de, ik zit niet eens op de verkamer. Hier is 11 graden. Ik weet niet of ik het wel naar huis toe red met mijn leven. Oh-oh. Ja. Het is heel snel warm geworden, maar... Het is min 13 en het regent. Dat moet hagel zijn, ren maar snel dood. Ik ben er de helft door van mijn leven heen. Minder zelfs. Het moet heel snel warm worden, anders ben ik dood. Daar ga ik niet redden van. Ik zit nog op de kwetsel. Oké. Ja, min 14 wordt zelfs kouder. Maar ik ga dit niet overleven. Wel op de vulkaan? Nee. Dus dan mogelijk, ja, ik zie helemaal niks in de nacht. Alleen airdrops. Waar jij bent. Waar de vulkaan is. Moet zo snel mogelijk naar beneden gaan. Ben we op de grond. Bijna. Oh. Is nog. Het is min 14. Minder dan een kwart van mijn leven over. Kwetselvlieg nog, maar alles wat ik heb zit in, in de kwetsel. Ja. God damn it, waarom moet die nacht zo koud zijn? Ik pak het beestje. Ja, ik kan er toch niet naartoe daar. Het is veel te koud. Ga ik weer dood daar? Als neem je hoort het mee. Veel allemaal. Ja, dat is loodzwaar. Ja, goed, je neemt de volgende mee. De nacht gekozen, denk ik. Ah, er zal een tasje gevallen zijn van mij, maar het enige wat daarin zit is dat dingetje wat in je arm geboord zit. Ja. Ja, je bent net boven die grot en daar is dan min 2 nu. Ken je vak bij ons. Oké. Okay. Oh ja, ik zie de temperatuur naar min 2, 3, pof, min 7. Ik zie helemaal niks door de maan, joh. Het licht van de maan. Ja.
hard kwetselen. En nu is het niet meer zo koud hier. Duh. Kijk, nu kom ik hier en nu is het geen min 14 meer. Nee, nu is het 0 graden. Oké, nu moet ik stemwagens bij hebben. Tijd om Stenema hier op te laden. Tanden. Nee, geen tijd ervoor. Al. Maar wat is aangevallen hier? Wel alles door de war. Ik hier ook. Oh, Kwetsel, waar gaan we heen? Oké, de Kwetsel, ondanks dat hij niemand volgt, gaat hij gewoon vliegen. Vlieg gewoon een kant op nu. Kwetsel. En die dan vin. Zo, Kwetsel is langzaam. En natuurlijk nu helemaal langzaam. Ik heb al mijn spullen zitten erin. Ben je onderweg terug naar huis? Ja, maar dat duurt wel even. Kwetsel is heel langzaam omdat alles voor mij daarin zit nu. Dat is echt fucking langzaam. Zo, een probleem? Alle drie de Argentavers zweven in de lucht. Even nog even een kwartiertje of zo. Ok. Ik. Ah, oh, Kwetsel is nu eindelijk aan het sprinten. Avonds gewoon vliegt en kan de Kwetsel me net bijhouden sprintend. Oké. Okay. Dat is een gewicht. Thank you.
Kun je een beestje meenemen als boven hangt? Even kijken wat de kwitsel blijft eerst hoor. Kwitsel? Kwitsel? Oh, daar komt hij al. Eens die boven vloog. Eens die ik zie namelijk. Oh, hallo, er komt er nog eentje aan. Waar kom jij vandaan? Ja, ik kom met een stoot troepen aan. Ja, precies. Nou, zijn we weer compleet. En alles in dat landen, met name de kwitsel, want anders weet ik precies hoe dat met hem mee gaat. Ja? En mijn ontsnapte dino. De Oviraptor. Dat is een kooi. Noem maar eens mee. Ik weet niet hoe die eruit komt. Je hebt de deur open gedaan. Nee? Want heeft de deur open gedaan. Ik heb alleen met de vogel daar geland. Dan dat ik een deur open doe. Als je op E drukt op de voor jezelf, dan gaat hij al op. Oh, hey, de vogel stond hier waar ik sta. Ja? Hoef je maar naar te kijken en dan gaat het open hoor. Ik kan vanaf hier echt niet openen hoor. Dus, Nee, maar hoef er maar naar te kijken en dan gaat hij al open. Over niks van. Nou, probleem. Hoe doen we dat? Hangt hij nou zo hoog? Je op te wachten van dat ik zeg van ik wacht tot jij gaat landen of zo. Ja, ik zit erop. Is gelukt, Vin. Eerst mijn armen uitdoen, het is wel heel erg warm.
Ondertussen hebben we de airco aanstaan in huis hier. Mm. Kijk, die kleren items steeds weer. Ah, ben ik nog? Ja dan. Waarom kan ik het trapje in één keer, hier niet meer in één keer omhoog lopen? Wel. Steen uit de putsel laden. Een half jaar bezig. En alle. Ah, ik kan met ongeveer 200 stone meenemen om te leren uit de crystal. Ja, moet dan best wel zien te vinden. Ja. Maar dan nog, dan moet je nog zo vaak heen en weer lopen.
Waarom zit aan deze kasteen? Ik weet niet. Ik ook niet. Oké, hoe krijg je dat freaking aapje van je schouder ook alweer? Freaking eethoeken. Oké. Staat hier een kilometer verderop, maar... Ah, is dat geval dat je weer van dat ding zit in? Duh. Kan jij nog zo'n houten ramp maken? Ik ben bijna in de snowbiome op zoek naar een plekje. Dan regel ik zelf. Maar zijn er twee? Die nagetafels die staat, staat echt in de weg. Hey, er staan twee dammen in het water hier. Openen. Mooi spullen. Ja, ik zie ze in één keer staan. Het zijn de twee stuks, hè? Dus beter met een bever heen gaan, denk ik, of niet? Ja.
doodzwaar wat erin zit. Even straks nog wel even dat boek nog. Ben je niet aangevallen door bevers hier dan? Ja, dat wel. Ik zie geen bevers, dus dat scheelt alweer. Of zitten ze erin? Nou, ze... Ah, een hoop cementing paste zit erin. Niet zoveel hout. ...663 cementing paste zit in deze. Oké. Okay. En ongeveer 500 hout. En ik sla gewoon net te ver van de bever af. Ugh! Ik kan niet meer lopen. Ja, je kunt ook niet terug doen. Nee. En ik kan nu naar de bever toe. Zo. Oh shit, oké. Okay. Een aanval dan, een bever. Dat ik niet kan lopen. Ik word er nog één. Oh. Oké, okay, ik ben half dood, twee bevers afgemaakt. Ik had ook net mijn hout allemaal opgepakt weer. Om in die bevers te stoppen, dat ik niet meer kon lopen. Kom okay. Die bevers me aanvallen net. Ja. God damn it. Er staat zilver in het water. Dat een bever net gaat zwemmen. Dat is een... Zo moeilijk. Dit is volgens mij net een punt waar ik net kan staan. Ja. Dat is heel kritisch. Als ik iets te hard ga, dan schiet de bever te ver weg. Inventory. Access inventory. Oké. Okay. Hoe zit hij hierin? 100, 200, 300, 400, 500, 600. 655 cementing paste. Dus we hebben bijna 1200 cementing paste erbij of zo. Lekker. Hoe zit er wat puls in hier? 16 stuks en 200, 300, 400, 500, 600 hout ongeveer. In ieder geval past niet eens allemaal in mijn inventory. Dingen mogen wel vaker spawnen zo. Ja, dat klopt. Dat is de bever is een beetje zwaar. Die dan? Netjes. Ja. Kijk, nou is de vraag, waar de hel sla ik al die cementing paste op? We hebben nog wel lege kasten hier, volgens mij. Ja. Daar gewoon in. Achteraf de rij even.
1318 smelting paste. Taal. Oké. Okay. Zo mijn deur maar eens dicht doen achterhand. Nou, toch af te koelen. Dat het aapje de helft van je gewicht draagt. Nou, dat dacht ik ook, maar niet. Heeft dat beest voor nut dan? Waar die nut van heeft, is een stront te gooien dan? Dat vertraagt beestjes. Het enige nut wat hij nu heeft? Ja. Oké. Is heel veel dus. Ik ga eerst mijn deur even dicht doen. Ja. Zo. Dus jij hebt geen zon gezien vandaag? Nee. Niet? Verdomme. Ik heb nog in de zon buiten gezeten, maar het was 20 graden buiten. Oké. Okay. Ja.
Oh hier, we hebben nog een paar vier woelen ramps. Dat is nog. Dat scheelt al, ja. Waarom kan ik niet naar mijn inventory ineens? Weet ik niet. Gewoon niet. Noem je nog aan? Oké. Okay.
Okay. Nou, goedemorgen. Uitgeslapen? Nee. Waar ben jij dan doodgegaan? De god van de snobbijl. Met de kou. Waarom ben je naar die god gegaan daar dan? Het was niet te koud. Ik viel naar beneden ineens door het lek in het water. En dat water was gewoon ijs koud blijkbaar. Ah, maar je bedoelt die nieuwe grot daar? Ja. Waarom ga je daarin dan? Waarom niet? Dat ding is alleen voor mensen van hoge levels, man. Die met masterspul hebben. Ja, met masterpike. Ja, een pike alleen, maar geen armor. Nee, niet meer. Geen master armor dus. Niet meer dan. Je had geen master armor, ben jij. Okay. Ben je nu met de kwetsel weg? Huh? Nee? Nee, ik heb hem net beneden neergezet. Nou, ik moet weer terug om die vogel op te halen en waarschijnlijk mijn spullen. Ja, neem maar mee, joh. Ach. Ik heb hem niet nodig, nu. Ik vul allemaal aan, zou ik zeggen. Oh ja. Ik had er één zo'n beest afgemaakt. Eentje maar. Ja. Ik hoop dat ik nog bij de spullen kan. Ik denk het niet. Water natuurlijk. Ja. Ik denk het wel dat het in het water is alleen als je daar bent dood gegaan. Ik moet nu op de vogel stappen. Oké. Ik kun je niet vliegen in de grot. Ja, dan ben ik de spullen kwijt. Dat ben je alles kwijt, ja. Maar natuurlijk al kun je niet vliegen in de grot, kom bij die andere toch ook. Maar ik kon er wel vliegen. In alle grotten kun je vliegen, behalve deze blijkbaar. Half 9 al, ja. Moet daar nog werken ook. Bah. Half 9 al, ja? Ja.
Oh, dat gaat snel. Weet je, Vin? Wat? Ik ben met huis bezig, hè? Ja. Dat huis nou niet afmaken dat de koelkast er in de weg staat. Daar geen muur kan zetten. Uh-huh. Ja. Maar ik kan het nu dus niet afmaken, het dak. Oh, kijk hier. Dat is een probleem nu. Ze moet eigenlijk de koelkast verplaatsen. Auw. Dat is klote. Ah, ik heb dat trouwens nog niet eens genoeg stoom voor alles. Oké, ik heb al mijn spullen weer gelukkig. Oké. Heb je toch netjes gedaan dan nog? Nou, het was zo koud. Ik had gewoon bollen snel dood. Oké. Ja, ik heb een vlieg in de grot.
Ja, dan moet ik gaan kijken wat het makkelijkste is. Egger maken of blokjes? En meen je net niet genoeg stone? Ah. 30 of 45 stone tekort. Maakt niet uit, want hierboven toch wel aanpas aan het houden. Wat stom gaan terugkrijgen. Oeh, is te zwaar. Goh. Hij heeft stom tekort nog. Maar we moeten dus zien dat we de koelkasten verplaatsen weer. Huis af te maken. Nieuwe koelkasten maken dus. Ja. Nou, we kunnen dus waarschijnlijk eentje alle twee slopen. Dan krijgen we er eentje weer voor maken, of niet? Weer? Dacht het wel, ja. Zou het wel moeten zijn. Ik wil de risico niet meteen nemen, dus ik wil liever zeggen twee nieuwe koelkasten eerst maken. Die neerzetten, ja. En dan pas die oude weghalen. Ik wil geen risico lopen van... Ik kom net één ding te kort. Ja, precies. Nou, ik kom eerst terug dan. Ja. Ik dacht eens kogels maken, want... uitkiemen, gewoon 5 stone tekort komt. Hier is een woolly rein. Oh, serieus. Wat? Een wollige nuzzel. Oh. Maar ik heb ze nog niet gezien. Nu. Ja, ik zie ze nu op de test. Ja, ik zei. Snel wat steen regelen. Ik kom 5 steen tekort. 5 bij hebben. Dat is flint. Ik zei steen. Oh. Kan ik in elk geval zeggen? Eén huis dan volledig af is nu. Oké. Ja. Is het dan wel zwaar de workshop die helemaal af is? Helemaal dichtgebouwd is, maar goed. Het andere huis is dus bijna af. Ik heb net een stukje muur gesloopt. Dat ik die wat langer rechtuit wil leggen. Dus ik krijg een kleine overhang aan de voorkant. Dan hoef daar alleen wat muren neer te zetten en het dak af te maken. En dan is die ook af. Ja. De workshop is in ieder geval helemaal af. Helemaal afgebouwd.
Er zit alleen geen raam in, maar goed. Workshop. Ja. Maakt niet zoveel uit. Trouwens, onze opslagruimte. Ja. Is ook alles van steen nu. Behalve de deur zelf dan. Is ook van hout. Ja, er wordt dan reinforced standaard. Oh, nou, er zit nu nog gewoon een houten deur. Maar de rest is allemaal steen. Dus alle tests en hout, al het hout is weg. Een en al stone nu. Oké. Okay. Ik zal eens even kijken, want ik ben level omhoog gegaan. Level 100 nog iets Argentavis valt aan. Oké. Okay. Even kijken wat we nodig hebben om koelkasten te maken. Deze stuks. Structures, electrical. Persuaders. Het is ongeveer 240 metal nodig. 15 primer. Dus dat is 30 polymer. Pak weer 50 crystals, dat is geen probleem. En 20 electronics. Polymer is obsidian en cementing paste, nou dat is absoluut geen probleem dus. Electronics is metal en circle pearls. Vol zit nog achter ons aan. 60 pearls, we hebben er 28 hier. Ik denk dat we eens wat tekort komen zijn pearls, denk ik. Ja, we komen okay. Pearls tekort. Dat is het eens wat ik denk tekort. En dan fuel in de machine, maar dat is niet zo'n probleem natuurlijk. Hij gebruikt 3 pearls voor zo'n electronics. Je hebt 10 nodig. Ik denk 3, dat is 30. Ik heb 60 nodig, ja. Ik heb er 44. Hallo. Cool. Een paar vleugels te zitten. Obsidian, denk ik. Stans. Metal, zal te veel zijn, kan ik niet meer open. Bijna door de metal heen, joh. Obsidian zit hier in. Ik zie nog twee, we moeten alleen maar cementing paste in stoppen nog. Zit hier in smitten. Smet is in zoveel metal.
Komt als we straks weer een eigen les. Oké. Kijk, het is 30. 20? Heb ik nog niks nodig? 20 metal? Meer metal nodig. 200 plus metal nodig. Ronto is dus ook weer lekker bezig. Had ik alles hier neergezet, staat hier allemaal door elkaar. Ja, ik denk niet dat je het ooit kunt voorkomen. Kijk, waar is een kogel met? Ik ga even puls zoeken. Dat is alleen in de snowbiome om te vinden, of niet? Ja, in het water. Alles wat in die fabricator zit nu, moet je even gewoon laten zitten, want als het goed is, ik daar nu genoeg twee nieuwe koelkasten te maken namelijk. Oké. Alleen dat betekent wel dat we nu dan daarna bij de basis naar schatting nog maar ongeveer minder dan 150 metal hebben. Ik heb niet gekeken wat er in Smithy zit hoor. Ah, goed, bij de vulkaan was je ook nog eens aan bakken toch? Ja, maar daar is niet zo heel veel van klaar. Ik heb daar geen sparkpowder meer. Een rondje met Anki rond daar. Sparkpowder maken, voornamelijk om dan daar een lading te pakken. Maar ja, dan krijg je weer een hoop metaal erbij meteen. Maar.
ouwe. Eerst zit hij zo dat ik het koud heb. Trek mijn vuur allemaal aan, zegt hij dat ik het heet heb. What the fuck? Dat is wel mooi. Ah, maar nu zit ik in de kou bij om, ja, dus. Jij net vandaan, nu ben ik er. Goed, ik kan een scuba tank maken. Scuba mask. Scuba flippers. Scuba leggings. Oh shit. Snel. Run! Vlieg! T-Rex? Ja, dan kwam ik een T-Rex aanlopen. Dadelijk net was hij helemaal niet zichtbaar. Ik stond denk ik nog geen 100 meter in één keer van de vogel af. Maar hij was geïnteresseerd in wat anders, dus dat was mijn voordeel. Ja. Dammit, nu kan ik geen puls meer verzamelen. Fucking T-Rex hier is. Het is nog level 52 ook nog. Mooi. Damn you, Rex. Even aanvallen. Het is nu een gevecht met een Ankylo. Oké, Ankylo nummer 2 gaat er ook achteraan. De zee waar wij zitten zit ook Dunkleos. Yes. Ja. Ja, dat is ook een van de nieuwe, ja. Ja. Uit één Ankylo afgemaakt nu eindelijk. Dunkleos, yes. Tweede beest, T-Rex is totaal niet beschadigd, joh. Nog niet. Nee, is de tweede Ankylo is die mee bezig nu. Ik ben onderweg. Maak hem af. Nog geen streepje bloed op die T-Rex, nog niks. Daar zorg ik over, hoor. Tweede Ankylo is ook dood. Zijn ze weer volledig geheeld nu, sowieso. Kom je op mij af? Oh. Ja. Lastig, hè? Vogels pakken. Auw. Was geïnteresseerd in mij niet meer. Met dit kan van het eiland zitten. En last van hem. Dat zijn geen puls. Boven water duiken, zien of er niks op me afkomt. Ik zie nog een soort rook onder water hier. Dat is olie. Pas op,
Wat op, vogel. Ja, ik zit in het water. Je weet dat er een T-Rex in de buurt is. Ik zei nog ik was niet eens meer in de buurt. Jij jaagt hem hierheen. En volg mij. Heb je een pike? Ja, eentje die bijna stuk is. Net ook van die Argentavis afspring. Er zit olie hier vlakbij. Hier. Olie hier vlakbij. Hier. Dit is olie waar je tegenaan zit. Ja, maar wat ik hier in het water omhoog zie komen. Het zit helemaal niet zo ver in het water. Zo zag. Nou, wat is die olie dan anders dan deze olie? Ik denk niet wat anders is dan deze. Niks. Krijg je deze niet meer uit dan? Denk ik niet. Eens kijken. Ik weet het koud is in het water. Uit water komen wat. Ja, ik ben bijna op mijn voeten. Haal jij voedsel bij? Nee. Ja, rol. Oh, kampvuur bij, ja. Het huis. Damn, zat onder water merk ik nog dat jij opsteeg. Hey. Puls op het land. Dat is nieuw. Dat is nieuw, ja. Oké, ik ben nu officieel helemaal door mijn voedsel heen. Ik was er door de helft van mijn leven heen, maar... Hop, ik moet wat eten. Wat in? Besjes. Ja. Deze. Kant van het vuur. Ah. Zo. Ik had al heel snel wat besjes op gegeten, maar... Ik heb 75 van die pearls. Ik zag dat jij ook nog wat aan het verzamelen was. Nee? Nee, ik zag jou ook in het water. Ja, kijk wat dat olie was. Ah, oh, oké. Maar ik wist dat het olie was. Maar... Zeer is achter je. Grapje. Er komt in één keer toch eentje aanstormen. Ja. Wat zei je, Vin? Grapje. En hier wil ik wel. Ik laat straks wel mijn full armor hier weer, want dat is veel makkelijker. Wel kan ik alle gewicht meenemen. Dat moet je allemaal zelf weten.
kan dadelijk even zo'n Alzheimer papje maken. Alzheimer papje. Nou, veel plezier met de ziekte. Dat wil lukken. Ik heb in ieder geval genoeg puls gelukken. Alleen dan moet ik nog meer stone hebben. Ik heb totaal niet genoeg stone. Ongeveer door de stone heen thuis. Gewoon in de vulkaan 1 of 2 bevers neerzetten, nee. Laat je volgen met je Ankylo of het ook dikker is. Ja. Dan is de bever vol. Pak hem op met de kwitsel. Zet je hem weer de rins neer. Doe hem leeg. Jij nog vlees hebben? Nee, nog niet. Al uit. Ik heb vast wel honger. Oké, terug naar huis. Alleen jij zou wel bijna moeten gaan, denk ik. Ah, 9. Oké, ik heb nog 6 punten over. Ik kan scuba gear maken. Blueprint voor een Sabertooth zadel. Groen. Oké. Hey. Ja, ik kan toch langs die erdrop bedenken. Kijk even. Blijk heb je. Nou, zal ik eens kijken wat ik nodig heb voor scuba. Te veel.
niks gebruiken in dat ding, want daar kan wel heel veel nodig. Een beetje viel uit de generator gehaald, maar er is 4 stuks, dus er zijn nog 100 plus in, dus. Oké. Okay. Oké, okay, moet je even goed rekenen wat ik allemaal nodig heb. Crystals hebben we. Dat is 30 polymer. En 20 electronics. Zijn er 30 polymer, hè? 20 elektron. Ik heb niet genoeg voor polymers, wat moet ik hier dan bij hebben? Oh, smelting paste. Ja, ik heb ook smelting paste nog. Ja, ik ook. Oh man, sorry. Oh shit, dat is één. Wel te veel. Ja, ik heb nog niet gepakt, dus. Ik heb het ding al aanstaan alleen. Oh ja, ik was met de feest. Ik weet niet hoeveel polymers ik heb. Ah, ik ga maar zo uit polymer. Sowieso 3. Maar 3 extra. 3 extra hebben? Ja. Ook één elektron is te veel gemaakt, maar ja. Laat het misschien maar aanstaan. Ja. Ik hoop dat het niet is. Als je maar nog metal hebben? Shit, ik kan nog metal tekort. Kijk, snel een smidje. Ik wil nog metal. Kijk, ik heb nog wel 2 nieuwe koelkasten dan. Oké. Okay. Ik laat hem gewoon aanstaan als jij nog wat maken. Zet die koelkast nu wel in die andere hoek, weet ik ze. Waar ze nu staan, als het goed is, zullen ze daar wel verbinden. Dat ding zit om het midden. Want het enige nadeel is, het is geen armor. Goed, dat is cool. Goh. Oh, ik sta een beetje scheef. Hij is wel aangesloten hier. Oké. Okay. Oh ja, eierenverhuizen. Ik ga even precies tussen die 2 koelkasten instaan. Om te doen. Eigen verhuizen. Ga eens aan de kant, man. Ja, probeer het thuis. Like shit.
in ieder geval straks zeggen dat ik alle eieren een keer in mijn inventory heb gehad. Dat klopt. Ja. Mijn koelkast leeg. Andere koelkast is gewoon in één keer leeg. Nou, twee koelkasten slopen. Ah. Oh. En nu kan ik niet meer lopen. Damn! In? Ik ben een eindje. Ik kan niet lopen, dus ik moet metal op de grond droppen. Wow! Kijk wat je in de koelkast kan gooien dan. Nee, dat komt niet bij. Oh. Ga je nou op de grond gegooid hebben. Maar wat ik nu over heb, die gooi ik hierin. Ja, ik kan hem zo wel heel pakken inmiddels. Ik kan daar niet genoeg maken om één nieuwe koelkast te maken. Te terugkrijgen. Oké. Okay. Is maar goed dat we het zo hebben gedaan. Ja. Het enige wat ik moet hebben dan is nog hout. Of stone. Zo. Ja. Dat maakt huis niet af, maak ik hem eens af. Ja, vind ik ook. Dan doe ik er wat. Heb je dit huis al gezien dan, die helemaal af is nu? Het is een super gave puntdak. Ja. Wauw. Ja, ja. Komt het andere huis ook? Een puntdak? Ja, ik zag het. En daarom bouw ik dat ene stukje hier iets verder recht uit. Dat komt precies uit. Dat komt niet uit. En ja, de stone is op. Opbouwmateriaal moet niet. Ja. En de verkeerde hoeken nog. Nou, ik heb scoobakken, ja. Alleen voor jezelf, denk ik. Ja. Ja. Ja, het is nog niet volledig, scoobakken, ja. Ik heb nog 40 polymeer nodig van broek. Alleen voor jezelf dan nog, ja. Ja. Dan heb ik nog niet eens wat. Sorry. Dus we hebben steen nodig. Heel steen. Ja, veel steen, ja, nog. Oké, hebben we nog een veel dikkere zadel? Waar heb jij tijd ervoor dan? Laat het dus. Heel ver we komen.
Ja, we beginnen door diep in de zadel, ja. Ja, goedgekeurd? Ja. Ik dacht, meneer, hey, we willen straks veel munitie maken, dus denk ik. Ja, klopt. Ik laat me wat houden flikkeren. Zou je geen hout gewoon in een poort kunnen gooien dat meer in één keer charcoal maakt ofzo, charcoal? Zou dat niet werken? Googlen. Kampvuur, standing torch, cooking pot, refining forge. Mijn vuur aan, nog warmer hier. Tuurlijk. Wat charcoal hebben we toch? Jij ook toch? Ja. Maar wij hebben niet klaar voor overhitte warmte. Nee. Ik zie dat pas kwart over 9 is. Ik ga richting een vulkaan. Wat jij doet. Ja, er is maar één door diepere stadel, dus ja. Ja, ja die andere kun je zeggen, zet je op wondering of zo, maar. Ja, blijf je daar achteraan lopen, dat is ook niet. Het is geen gezicht, nee, dat klopt. Ja, dat is cool, ik ga het uittesten. Veel plezier met verzuipen. Ja, verzuipen doe ik niet. Ik ben zo, ik niet. Ah, nu dat we scuba gear hebben, kunnen we daar ook meer onder water. Jij alleen nog maar. Ja, we dadelijk. Handig om dan dat water dingetjes ook af te maken. Daar pijn in kunnen temmen ofzo. Dat is wel zo handig denk ik, ja.
rode airdrop aan de kleren eind weg. Bijna bij die rode pilaar. Of is het paarse? Misschien eigenlijk. Rood of paars? Maar ja, zo kan zeg, een eind weg. Met 186 metal. Hij moet ze dood dikker zijn oorlog geven met stone. Stone lichter is dan dood dikker is. Ja, wat hem niet overvallen is. Nee, het is alleen de dood dikker is, maar. Ja, dat zou misschien wel kunnen. En dan ook alleen maar stone, hè, en niks anders. En dan Anki gewoon om metal. Een scuba gear is wel wat, alleen je hebt wel een vis nodig. Een snoddus tenminste. Ja, ja. Kom op, Twitch met je export. Zestig.
Zo. Uit één rots. 358 stone. 358? Ja, twee rotsen, 606. Wauw. Ja. Dat is een hoop. Dat is een hele hoop, ja. Oh, er staat nog zo'n bever dan. Leeghalen. Thuis weer? Ja, in het water. Oké, dat is een nieuwe dan. Zo'n steen, 352. Twitch met je export. Ah, oh, blijkbaar heeft Twitch weer issues. Ik was het niet. Het is alweer terug. Het zit vol. En waar heeft Twitch weer issues? We are working with our CDN provider to investigate any issues preventing our site from loading. Dat was een uur geleden. De enige streams die nog op werken op het moment zijn de topstreams, dus die van mij zal waarschijnlijk ook wel eruit liggen. Ja.
Nou, we zoveel T-Rex kibbel. Ik denk dat we binnen wat aan temmen gaan. Wat? Temmen? Wat je ermee kan temmen. Wat kunnen we ermee temmen dan? Dat is ons. Nou, morgen rond deze tijd kunnen we weer. Oh, rond deze tijd had jij niet veel tijd meer. Of wat kunnen we dan? De Argentavis is laten varen. Oké. Okay. We hebben nog een dag over dan? 14:54. Maar dat simpel is zeg morgenmiddag. 14:22. En 23:50. 47. Oh, dit eentje is dan heel lang. Ja, klopt. 37. Waarom is die dan 34. Zo lang? Is dat de hoogste rank of wat? Nee, laagste. En die is zo lang? Ja, hoe hoger de rank, hoe sneller ze kunnen paren. Oké. Van 21 duurt 14 uur. De andere die is 37. En nog 23 uur moet, die is 15. Okay. Hoge ranken heeft hij twee voordelen. Dus jij zegt altijd wel lage ranken behalen, maar die kunnen ze eigenlijk minder eieren krijgen. Lang moet wachten voordat je kunt breeden, ja. Ja, goed. Wel elke keer dan kibbel blijven maken. Maar hetzelfde met de T-Rex eieren. Die zijn nu ook allemaal klaar om te paren, maar we paren ze niet. Wel heel veel eieren hebben. Kibbel. Ja goed, het zijn wel voor de pretzels die bij die T-Rex eigenlijk laten meten. Oh. Allemaal tegelijk. Past er wel eens in het hokje? Maken het passend. Toch eens kijken, als ik een raam hier ergens inzet, dan met kwetsel kop door het raam doet of je dan erbij kan. Wel uit kwetsel. Dat raam, ja, dat zal wel kunnen. Om even kijken waar een raam plaats wat handig is bij die kasten. Huis stort bijna in, joh. Was ook slechts een uit de vulkaan, blijkbaar. Rond er nog Tetch, weet je dat is toevallig of? Dacht ik niet. Doe eens rustig, dan stort het de huizen nog in, zie je wel. Alles schudt heen en weer, joh. Dat mag. Funderingen worden maximaal belast door het geschut. Moet gelijk een test of op bij staan, man. Ah, als het instort is het grootste gedeelte toch jouw fout. Mijn fout? Je hebt meestal neergezet. Ja, toch?
Ja, het start niet in. Ik liep er tegenaan zelfs. Dus dat... Ah, misschien dat het een paar keer nodig heeft. Ja. Had ik kunnen helpen bij de T-Rex dan? Nee. Waarom niet? Omdat ik nog bezig ben met de kwetsel uitladen. Ah, het schiet al op. 3 keer lopen. Maar waarom kun je het niet alleen dan? Dat muurtje nog maar 2 hoog is, dus je kunt er overheen lopen. Goed. Als jij ze dan op wandering zet, dan blijf ik fluiten. Ja, heet dat irritant fluiten, ja. Hij hoeft niet bij te blijven. Alleen om op wandelen te zetten en weer eraf te halen. Wow! Oké, dat was een heel slack. Wauw! Oh, dat is een makkelijk goede truc. Ik haal steen uit de kwetsel zonder dat ik in zijn inventory kijk. Oké. Netjes. Voor mij lag ik de server met mijn hiervan de knop gebruiken om dingen te verplaatsen. Oké. Okay. Sommige kunnen nog levelen. Oh, je hebt de deur al dicht gedaan. Ja, ik zou hem niet meer open doen. Oké. Grote teen zat in de weg. Nou, ik ben weer weg hoor. Er is er maar eentje die meet. Dat is niet. Huh? Ik weet niet, alles staat op wondering hoor. Als er wondering gezet is. Misschien kunnen ze maar één tegelijk doen. Nou. Oh, hier heeft eentje nog 10 uur nodig. 10 uur nodig? 12 uur, 12,5 uur. Het is alleen de witte. Is het alleen die kan meten, ja, de rest niet. Oké, zet de rest maar weer van wondering af dan. Ze hebben heel lang nodig voordat ze weer kunnen meten. Ondanks hun hoge levels. Het zijn wel T-Rexen, hè? Ja, nou ja, goeie. De rest staat al van wondering af. Oké. Moet je straks in de gaten houden bij die witte van hoe lang ze nodig hebben voordat ze weer kunnen. Hé, hey, er vliegt een Pterodon hier. Of wat level ben jij? Oh, een 12. Laat maar vliegen. Pannetje, vrouwtje? Geen idee, het is maar... Auw! Het is heet. Maar het is maar een level 12, het zijn wel eieren. Pannetje. Nou, knock-out. Zo dan, is een mannetje. Wij eraan dan nu. Nou, kunnen we laten parieren met wat we hebben. Voor de eieren. Met wat? Een Pterodon. Oh, Pterodon. Ja. Ah. Wie kijkt nu nog naar Pterodons? Ik, want die zijn waarom? Snel. Hij moet niet kijken naar de snelheid. Shut up, phone. Aansluiting van de telefoon wordt slecht. Ik werk alleen op mijn scherm heen, zegt hij wel. Even disconnect en weer verbonden. 21 uur. Die witte? Ja. Die andere, is dan, die andere zijn dan blijkbaar veel langer. De langste is daar nog 12,5 uur. Ik heb gisteren laten breeden. Ja. Okay. Oh, hey. Mag een tafel zei. Van het dak af. God. Kijk wat er
zit nog. Edge. Dat helemaal niks. Kijk maar hoe ver comment dat we hebben. Not suicide als je naar beneden komt. Buff. Oké. Mag ik er gewoon heen? Toch wel. Wol nog nodig. Maak want deze waren linkshand rechts hebben. Stan Nick, thanks for the follow. Dus morgen gaan we eens wat even kweken. Ja. Oké, ik heb geen edge meer.
Back. Ja, maar een bron toestart elke keer maar één boom omhaalt. Ja. Voor de start houdt er minstens 20 tegelijk om, toch? Dat dat aapje die voet van de bron toch niet zo leuk vond. Ja. Ik loop en ik hoor bovenstaan kult is een aapje geval. Ja. Ruzie krijgen met een bever. Nou wel zeg. Dat mag. Staat hier vast tussen de bomen. Wat voor level bever is dit? In? Ja. Ja, ik denk dat ik hem al heb. Wat dood jij? Ja, level 60. Ja, ik vond ook al een beetje stevig raken. Hij veel schud. God damn it, de T-Rex is daar in de weg. Jij staat in de weg. Nee, de T-Rex is daar in de weg. Ik heb ze nog wel zo dicht op elkaar gezet. Hond is zo groot. Maar je komt er ook van die kant. Dat ik een rondje om het waterplas heb gedaan. Waarom? Meer hout. Meer touch.
staat nog een vogel in de weg. Oh, een nice rubber banding. Pas onder. Volgens mij heeft het zelf wat moeilijk. Denk hè? Kijk zeker. Au. Dan stap je van die bron toch af. Ik ben er al af. Ja, dat is wel net, maar ik ben er al lang af hoor. Ah. Ik kan semi-bewegen. Semi-bewegen, oh jee. Ja, we hebben volgens mij ook een beetje veel diep. Zodat hij goed vloer in. Nee, ik zit hier lekker warm hier. Wat? Ja, niet heet, maar lekker warm. En nou wil de chat staan. Chicken wing, pork, fry. Why is you buy, we sell? Juist. Een beetje waar je te wachten staat. Er was niks. Oh. Hey! Fuck! Yet. Het zit zo hoog, ja, je kunt er net bij waar ik hem moet plaatsen. Ik is, is versprongen net weer. Shit. Oh, nog niet eens op 11. Thank you.
8, 9 stuks nog. Ook dat ik genoeg stone heb. Pas wel. Al? Maar wel. Ja, ik maak van einde aan. Hij mag zo beginnen. Ja. Ik zal ze daar ook nou voor die dam halen en verlegen aan. Staat. Jij hebt de volgende leeg gehaald. Nee. Staan. Oh, je aangaf dat hij goed stond. Mooi, denk ik. Ja? Nee. Oh. Hij gaf groen goed aan, maar hij werd anders geplaatst. Eentje bijmaken. Had er precies genoeg weer materiaal verspild. Ah, balkon erbij. Te laat. Ah, balkon kan altijd nog. Hey, die dam is weg, Vin. Al? Ik zie hem niet meer staan. Hij kapot gemaakt. Niet aan, weet ik. Of course we talk. Nee, hij is pleiten. Ah ja, volgende keer beter. Ik hoop wel met de bron tot teen aangeslagen. Ja, dus. Oké, er zaten twee zadels in. Waarom? Ja, het hoofd, maar die spawnde net. Ach. Snel voor een groene sowieso eentje. Maar ik heb hem dus niet. Schorpioeneieren. Eieren erbij. Ja, we ook naar zo van. Wat kibbel gemaakt en dan de jacht.
kampvuur weer volgegooid. Over het hout is nu bijna op, dus. Ja. Dat snel. Ja, we hebben nog 70 hout of zo. Maar ik zeg wat je wil, het dak zit op het huis. Alleen dat je alleen dat testen met een raam aan de zij kan bouwen en dan kijken met de kut zal landen. Dan makkelijker kunnen leren. Moet alleen even kijken waar we dat precies doen. Wel zeker weten dat we erbij kunnen. Ja. Die kasten beneden staan, dus. Als je ergens lui van wordt, het is wel een lang weekend. Ja, jij? Ja. Ik heb alleen gisteren vrij gehad. Ja, vandaag al een beetje. Ook vandaag nog niet, ja. Jezus, hoe vaak heb je dat ding al geprobeerd te exporteren? Ik denk ook binnenkort de compost maken, of niet? Ja. Denk ik ook, weet niet zeker. Compost we nog hebben. Even leegtrekken van besjes, 300 stuks, 600 totaal. Precies, ik ben bijna bij de gebouwen komen door de dino's, ja. Dan wat gelegd? Ja. Vandaag toch een redelijke vordering gemaakt. Eindig ik de stream ook maar eens hier. Zien dat ik vroeger slapen, dat zal ook wel niet worden. Nee.
Laten we vannacht nog wel aardig tijd nog wel achter slapen. Dan